Heerlijke masker. Nou, dat is wel lekker voor mij. Maar dit is mijn favoriete serum op dit moment. Het is van Lancaster. Verder gebruik ik van Shop No. 1. Dit is een droge olie. En dan zeker een zonnefactor van Lancaster. En nu het voorjaar weer komt en ik heb altijd een beetje witte benen in het begin, gebruik ik altijd Fake Bake. Het ligt niet zo heel vaak in de zon. Zie je het verschil? Dit doe ik ook even in het gezicht. Ik heb mijn nagels al gelakt. Om even iets die krulrand te krijgen, die beachy look. De haren hier tussenin, je draait hem rondomheen. De punt doe je niet helemaal eromheen, dan wordt hij meer een beetje beachy achter, anders wordt hij zo stijf. Maak je hem even goed warm. Laat je hem los, maar hou hem vast in je hand, dat hij gewoon even iets afgekoeld is. En dan laat je hem los. Nou, mijn favoriete merken zijn, onder andere is van Charlotte Tilbury. Dit is een Light Wonder. Klopt ook dat in mijn huid. Als je een hele dikke foundation hebt, dan vind ik altijd dat je die weer kunt gebruiken voor in de winter in plaats van in de zomer. Want in de zomer word je toch altijd al een beetje, krijg je een kleurtje. Maar ik gebruik altijd een zelftanner. Ik ga natuurlijk ook aan de buiten. Ik ga niet mijn hele dagen in de zon liggen wat ik vroeger altijd deed. En ik klop het altijd in mijn huid. Ik veeg niet alleen maar. Want als je het alleen maar veegt, weet je dan, je hebt iets van die grove poriën. Als je dit dan zo veegt, dan blijft het allemaal een beetje zo in die poriën zitten. Dan krijg je allemaal van die schubjes. En als je het erin klopt, dan zit het er gewoon mooi op je gezicht. Moet je maar eens proberen. Mijn huid is al lekker bruin. Dan word ik altijd iets donkerder met een zelftanner. Dus in dit haar, dan word ik al iets losser. Hè? Dan word ik niet zo stijf. Ik gebruik het eigenlijk niet zo heel vaak concealer voor onder je oog. Maar door mijn dochter ga ik het toch weer vaker gebruiken. Ik doe het echt alleen maar hier. Dit stukje. Dus ik trek het niet helemaal door tot en met daar. Dat zie je wel vaker nu. Maar als je het een beetje gewoon op een natuurlijke manier wil hebben, dan kun je het beste gewoon alleen maar dit kleine stukje doen. Ik zal hem ook niet te licht doen, anders krijg je van die witte vlakjes onder je oog. En een concealer kun je ook al heel vaak even iets bij je neusvleugels ook iets aanbrengen. Ik gebruik altijd een highlighter. Dit keer is het ook van Charlotte Tilbury. Heb ik laatst ook gekregen. En het is echt een hele fijne highlighter. Want je krijgt echt een hele mooie glans van op je gezicht. Dus gewoon niet te veel doen. Gewoon lichtjes zo. Op mijn wangen doe ik van Perricone. Heb ik een crème blush. Dit is gewoon een naturel make-upje. Als je een crème blush aan wil brengen of een highlight, ook in crème vorm, dan doe je het op je vinger en dan doe je het ook op die andere vinger gelijk. Want dan heb je overal evenveel. Dus kun je nooit dat je de ene kant meer hebt als de ander. En dan lach je even iets en dan zet je hem hier neer en dan haal je hem omhoog. Een poederblush. Dat doe ik wel heel vaak op als ik iets een zwaardere make-up heb. Als ik een naturel make-upje heb, dan gebruik ik altijd gewoon crème blush. En dan kun je deze gebruiken voor je neus. Ik leg me hier, even iets hierin. Aan de zijkanten. Voor een summer look. Ik gebruik ook altijd de highlighter op mijn neus. Altijd heel iets zo. En iets hier bij mijn lippen. Ik heb hier een hele mooie lipgloss. Deze kun je natuurlijk ook gewoon gebruiken, hè, voor een highlighter. Ik heb gewoon geen wenkbrauwen meer. Dat kun je wel zien. Ik heb veel te veel geplukt vroeger. Ik verf ze ook altijd. Ik heb altijd hele lichte wimpers. Deze zijn ook geverfd. Ik zet altijd wel zwarte puntjes tussen mijn wimpers. Dan krijg je een vollere wimper. Nu lijkt het al heel mooier, hè? Dan heb ik hier mijn favoriete, ja, boxje met allemaal verschillende kleuren. En dit is wel mijn favoriet. Die doe ik gewoon ietsjes op mijn oogbol. En dit breng ik aan met een vaste kwast. Dit is echt wel vast op elkaar, weet je wel. Dus het is gewoon echt dat je die bijna niet om kunt buigen. En dit is een andere kwast en die zit losser. Zie je zo. En met deze kwast heb je het gewoon iets vervaagd. En voor in de zomer vind ik dit echt een toppertje. Als je deze kleur kunt vinden. Ja, deze lipstift heet ook Hope. Die heb ik ooit een keer ergens gekocht. Die kun je hier niet krijgen. Maar die kleur is gewoon heel goed. En die kleur die breng je aan op je oogbol. Dan heb je het allemaal een beetje, heel klein beetje glansje. Ik doe hier overheen.
Dus het lijkt het net of je een heel naturel make-upje op hebt, maar je hebt dan toch wel iets op. Dus dan krijg je net een sprankeling in je ogen. En dan kun je gewoon met die kwast, wat je dus eigenlijk op je oogbol hebt gedaan, doe je heel eens onder je oog. En de mascara, ik heb nu een hele, ja, eigenlijk wel een goedkope kwast, een mascara van Rimmel. Die vind ik op dit moment wel fijn, er zit een goed borsteltje aan. En ik breng een mascara echt, doe ik eigenlijk best wel lang over als ik echt iets leuks heb, want thuis doe ik heel gauw hutruts klaar. Maar als je echt moeite doet voor je mascara, dan zijn je wimpers echt op je mooist. En je moet veel laagjes aanbrengen. En je moet goed bij de wortel beginnen. Daar, hier, zo. En je moet niet gaan slepen met je mascara, want hoe meer je sleept, hoe korter je wimpertjes lijken. Dus je moet echt met de wimpen mee omhoog. Dus zo. En als tip, bewaar nou ook je lege mascara's, want dan kun je ook heel gauw alles weer mooi in model brengen. Want die zijn mooi leeg, weet je wel, er zitten niet zoveel mascara op. Gel van Rimmel voor mijn wenkbrauwen. Er zit wel iets een kleurtje in en die gebruik ik ook nog. En blijft er wel iets beter zitten. Ik gebruik ook wel zo vaak haarlak hoor, als ik dit niet heb. Ik poeder zelf nooit af, maar als je wil afpoederen, pak er gewoon een kwast en doe het alleen maar iets hier bij de neusvleugels. En poeder af aan het eind van je make-up. Nou, dit is mijn natural look. En als je nog een heel klein beetje zo'n bronzende glans over je huid wil hebben, dan is deze van en Lancaster ook heel mooi. Het is een beetje zo'n gouden gloed, dus een olie. Een natural make-upje heb je eigenlijk binnen 5 minuten heb je deze klaar. Ik hoop dat je wat mijn tip hebt gehad. En dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.